nieuwe Oregon 600 serie. In januari aangekondigd door Garmin en nu al in handen van Waypoint om een eerste review te geven van dit fantastische toestel. Enkele nieuwe functionaliteiten van het toestel zijn een multifunctioneel touchscreen zoals je gewend bent bij je smartphone, het in- en uitzoomen en het verschuiven van de kaart was eigenlijk nog nooit zo makkelijk. Verder regelt het toestel zelfs zijn afleesbaarheid door bij fel zonlicht het scherm uit te schakelen en bij schaduwrijke omgevingen juist het scherm verder te laten branden. Het toestel beschikt over een 8 megapixel camera met flits die tevens gebruikt kan worden als zaklamp. In het vervolg van deze video zal mijn collega Ruud enkele van deze nieuwe functionaliteiten afzetten tegenover de huidige outdoor modellen van Garmin. Vond je dit nou allemaal te snel gaan? Lees dat dan even rustig terug op gps.nl/blog en vergeet niet te abonneren. Zondag 6 januari kwam Garmin met de eerste berichten over de nieuwe Oregon 600 serie. Op dit moment hebben wij een testexemplaar hier in handen en daar gaan we jullie in dit filmpje wat meer van laten zien. Aan deze kant de Oregon 450T en dit de nieuwe 600. Wat misschien opvalt is dat hij iets groter lijkt. Dat komt vooral door die brede rand rond het scherm. En als je de specificaties erop naslaat is het toestel 3 mm breder, 2 mm dunner en de hoogte is gelijk. Wat je ook ziet is dat het scherm eigenlijk zo'n beetje vlak gaat aan de voorkant, waar die bij de Oregon 450 nog wat meer naar binnen valt. Maar ondanks dat zit er wel een klein opstaand randje, dus ook al zou je hem neerleggen, is het scherm niet gelijk in contact met de ondergrond. Ik zal het apparaat even aanzetten. Uiteraard verschijnt het Garmin logo. En we zitten gelijk in het hoofdmenu. Nou, in dit menu zien we nu 4 items. Zullen we zo meteen laten zien hoe we dat kan gaan aanpassen. Het eerste wat ons gelijk opviel toen we met dit apparaat gingen werken is het gemak van het gebruik van het touchscreen. Veel mensen hebben tegenwoordig smartphones met touchscreens die heel gevoelig zijn. Die reageren niet echt door te drukken, maar gewoon door warmte. Nou, dat zien we eigenlijk ook bij dit scherm terug. Je hoeft het scherm maar te aaien of, nou, zoals u ziet, verschuift het al. Gaan we dit bekijken bij de voorgaande Oregon serie. Dan, nou ja, als je dan het scherm eit, gebeurt er niet zoveel. Of je moet net wat harder drukken of net met je nagel dit doen. In een uitzoomen gaat bij de voorgaande Oregon modellen gewoon met de plus en min hier in beeld. Die plus en min zitten natuurlijk hier ook op dit toestel nog steeds. Maar je kunt er ook voor kiezen, net als bij je smartphone weer, gewoon met 2 vingers in en uit te zoomen. En daarbij zie je dan ook hoe snel het apparaat eigenlijk reageert. Toch wel een hele prettige vernieuwing in de Oregon serie. Ander pluspunt is dat het scherm een stuk beter af te lezen is in buitenlicht. Over de voorgaande Oregon serie is van alles te lezen en te zien op internet. Toch is ook dit scherm goed af te lezen in de zon. Alleen de hoek is veel belangrijker hoe je dit scherm houdt. Met name op de fiets kan het dan voorkomen dat onder elke situatie de afleesbaarheid even goed is. Om die reden werd er vaak ook gekeken naar de 62 serie. Dat is dit toestel, maar die heeft een knoppenbediening, wat de gebruiksvriendelijkheid niet altijd even ten goede komt. Oregon 600 serie hebben we buiten de zon ook bekeken en het is gewoon echt een ontzettend goed scherm. Het is zeker zo goed als de 62, misschien nog wel beter door zo'n iets hogere resolutie en ja, het grotere oppervlak. We gaan even terug naar het hoofdmenu. Hier zien we nu 4 items. Door je onderaan op die 2 streepjes te drukken, krijg je eigenlijk alle andere menu-items die beschikbaar zijn. Of gewoon door over het scherm te vegen komen ze tevoorschijn. Hier zitten vast dingen bij die je graag vaak gebruikt. Bijvoorbeeld stel in. Nou, als je dit knopje ingedrukt houdt, kan je hem gewoon naar boven slepen. Is die hier weg en zo meer terug zien staan. Zo kan je dit menu naar eigen wens gaan aanpassen met de voor jou interessante items. Ook per profiel kun je natuurlijk dit menu verschillend eruit laten zien. Gaan we nu kijken, zien we hier dus meer items staan die nog eventueel te verplaatsen zijn naar eigen wens. Andere leuke optie ga ik nu laten zien. Dat is dat het apparaat dual orientated is. Dus je kan hem zowel landscape als portrait modus gebruiken. Qua navigatie met wandelen, fietsen heeft mijn voorkeur dit. Maar wil ik bijvoorbeeld een adres of een naam van een waypoint invoeren. Dan hebben we hier nu een toetsenbordje. Doe ik het over zo.
is het zelfs een QWERTY-toetsenbordje. Wat, ja, gewoon net wat makkelijker werkt. Nou, dit zijn de opgeslagen WePoints die nu in dit toestel zitten. Ook daar zie je dat je heel makkelijk door die menu's heen kunt lopen. Dat die snel reageert. Kruisje, kom weer terug in het hoofdmenu. Apparaat zetten we weer rechtop. En hebben we weer op deze manier. Andere belangrijke extra, handige extra. Hier aan de zijkant zien we twee knoppen. Nou, aan- en uitknop is natuurlijk logisch. Maar hier zit nog een extra functieknop. En die knoppen kun je zelf sneltoetsen aan configureren. De aan- en uitknop kan je nog twee extra functies toedienen. Eén keer indrukken kan je een functie aangeven. Twee keer indrukken is een functie. Lang ingedrukt houden, je raadt het al, is het toestel uitschakelen. En deze knop heeft dan één keer drukken, twee keer drukken en ook lang ingedrukt houden. Je kan zelf bepalen wat je graag wil toevoegen aan zo'n knop. Dat kan onder systeem. Het is nu nog in het Engels, dat zal ermee te maken hebben dat dit natuurlijk nog een model is die nog niet te koop is. Ik ga ervan uit, zodra die leverbaar is, dat dit ook vertaald zal zijn. Hier de twee knoppen die je kunt selecteren. Nou, één keer tikken, markeer waypoint, dubbel tikken, waarheen? In dit geval, ingedrukt houden, kom in het stel in menu. Wil je daar wat van wijzigen? Nou, of niks aan toewijzen, kan je daarvoor kiezen. Maar je kan dus ook kiezen voor een statuspagina. Je kunt het hoofdmenu daaraan koppelen. Of je kan een menu item kiezen. En dan kan je weer een hele lijst met items gaan selecteren. Wat we bijvoorbeeld hebben is markeer waypoint waar één keer tikken. Nou, ook een functie. Ja, wat toch altijd weer een voordeel was van de knoppenapparaten. Hier zat gewoon een markknop op. Dus waar je ook bent, je drukt op mark en het punt is opgeslagen. Bij de voorgaande Oregon, punt markeren, ja, dat zat dan meestal in je hoofdmenu op de eerste pagina. Maar je moet altijd wel een extra handeling verrichten. Dit apparaat, ongeacht welke scherm je ervoor hebt, één keer indrukken. Je waypoint is gemarkeerd. Als je wil, kan je gelijk de naam aanpassen. Typ gewoon een nieuwe naam in, op deze manier. Even wachten. Nou, even kijken. Dat stukje knippen we er even uit. Andere handige functie zien we terug in de kaart. En dat zit hier rechts onderin. Er zijn er drie streepjes, dat is eigenlijk de menutoets. Drukken we hierop, krijgen we gelijk de menuopties van dit betreffende scherm. Nou, stel kaart in. Kan je dus kiezen voor kaartinformatie. Kaart in- of uitschakelen. Dus je kaarten veranderen. Je dashboard aanpassen. De instellingen die je normaal terugvond. Met dit apparaat via het menu weer. Stel in kaart. En dan kom je eigenlijk bij die opties terecht. Dus door dit simpele knopje toe te voegen, is het allemaal veel toegankelijker. Eigenlijk een knopje wat bij de 62-serie gewoon menu heet. Dan zie je ook die opties, stelkaart in, oriëntatie, kaarten selecteren in of uitschakelen. Nou, de gebruikers die ervaring hebben met de Montana, die zullen die opties kennen. De Montana heeft heel veel overeenkomst met deze Oregon. Je ziet eigenlijk hier ook het menu op de vergelijkbare manieren. Je ziet ook die menuknop al. Dus het lijkt erop dat die Oregon misschien wel een mini-versie van de Montana is. En dat is ook wel weer prettig. De Montana is een mooi ding, maar het is groot. De Oregon is lekker compact, handzaam, makkelijk mee te nemen. Dus voor de echte outdoor-gebruiker leuk toestel. Montana is natuurlijk interessant als je hem ook op de motor wil gebruiken. Het grotere scherm is prettiger. De mogelijkheid om hem met een koptelefoon aan te sluiten is dan handig. Voor het wandelen is die misschien wat aan de grote kant. Daarnaast is het scherm ook niet zo gevoelig als de Oregon. Hoewel die wel wat beter weer werkt dan de Oregon 450. Nou. Wat we verder nog even laten zien. Wat menu-items. Veel dingen zijn bekend. Geocaching functie zit er natuurlijk op.
Hier kan je je naam instellen, of je de geocache naam wil zien of de code. Die caches, voor de fanatieke cacher, Garmin geeft aan dat die onbeperkt is in het laden van caches. Ze noemen het dat er wel 1 miljoen caches in kunnen. Ja, vind ze maar eens. Uiteraard ook paperless. Kijken wat er nou in zit. Een waypoint 12,5 jaar cache hier in Moordrecht. Nou, informatie kunnen we oproepen. Ze zeggen, ik vind het zo prettig lezen. Kan je er natuurlijk ook voor kiezen. Past de tekst er ook volledig op. En ziet u ook weer het gemak van de touchscreen, wat echt gewoon een pluspunt is van deze nieuwe Oregon. Nou, de Oregon komt er in 4 varianten. Wat we hier in handen hebben is de Oregon 600. Die heeft dus geen camera. Oregon 650 die zal een 8 megapixel camera krijgen. En daar zit, als het goed is, ook een flitser op. Die je ook als zaklamp kan gebruiken. Kan een handige functie zijn bij het geocachen. Moet je een cache zoeken op een donkere plek, heb je gelijk een apparaat bij de hand die je daarbij kan helpen. De 600 komt in een T-variant ook uit. Die zal een 1 op 100.000 kaart hebben van Europa. Net als de 650T. Op dit moment zijn de prijzen beginnen vanaf €379. Dat is voor de gewone 600. De 600T gaat €449 kosten. De 650 gaat ook €449 kosten. En de 650T staat voor €519 genoteerd. Al met al een hele mooie vernieuwing in het outdoor segment van Garmin. Oregon was altijd het meest verkochte toestel, de 450T of de 450 modellen. Nog steeds tot nu toe een van de populairste apparaten. In zoverre is er wat nieuws nodig. Ja, het toestel voldeed voor heel veel mensen. Maar als we nu zien het gemak van het scherm, mogelijkheid om het apparaat ook in landscape te gebruiken, de gevoeligheid van het touchscreen, dat zijn toch wel hele leuke vernieuwingen. En ik denk dat Garmin hiermee een stap verder is gegaan in de ontwikkeling en het alleen maar beter maken van zijn producten. Een andere functie waar ik nog weinig van kan laten zien, is de mogelijkheid om ook te koppelen met je smartphone of tablet. In dit geval alleen nog Apples. Want hij is te gebruiken in combinatie met het programma Garmin Basecamp Mobile. Dat is dus een versie die je op je telefoon of tablet kan draaien van het Basecamp programma, waarmee je dus je routes, tracks, waypoints kunt plannen en markeren. En dan draadloos over kunt zenden naar de Oregon. Op dit moment geen van die apparaten hier bij de hand om het te laten zien. We zullen het zo snel mogelijk nog gaan toevoegen. Nou, ik hoop hier een goede indruk te hebben gegeven van de nieuwe Oregon. En kom snel terug op onze site en ons blog om meer informatie te lezen.